We moeten altijd maar voor van alles betalen. Voor energie, de huur of hypotheek, voor drinkwater en dan ook nog waterschapsbelasting. Maar waarom eigenlijk? Nou, omdat zonder die waterschapsbelasting het leven er hier wel ietsje anders uit zou zien. Want stel dat je geen dijken zou hebben en dat ongezuiverd rioolwater zomaar in het oppervlaktewater zou komen. Dat moet je niet willen en daarom betalen we waterschapsbelasting aan waterschap Hunze en Aars. Die bestaat uit twee delen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Watersysteemheffing betalen we zodat Hunze en Aars ervoor kan zorgen dat water alleen daar komt waar we het willen hebben en dat het water niet te hoog en niet te laag staat. Dat hele aan elkaar hangende watersysteem zorgt ervoor dat wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. En zo zorgt Hunze en Aars er ook voor dat het niet te droog wordt. En zuiveringsheffing betalen we voor het schoonmaken van het water dat we gebruikten om bijvoorbeeld te wassen, om te poepen en te plassen. Dat rioolwater moet het waterschap eerst schoonmaken voor het teruggaat in het systeem. En dus maakt Hunze en Aars er in een rioolwaterzuiveringsinstallatie weer water van dat dezelfde kwaliteit heeft als het water in sloten, vaarten en kanalen. Water waarin we veilig kunnen recreëren en water waarmee de boeren in tijden van droogte veilig de akkers kunnen besproeien zonder dat we er ziek van worden. Ja, oké, daar betaal ik dus belasting voor aan het waterschap. Maar waarom staat er dan Noordelijk Belastingkantoor op de aanslag? Het Noordelijk Belastingkantoor is het belastingkantoor van Wetterschip Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aars. Daar heffen ze en innen ze onze waterschapsbelastingen. En waarom betaalt mijn buurman minder dan ik? Dat komt omdat uw buurman alleen woont en u niet. Alleenstaanden betalen voor zuiveringsheffing een gereduceerd tarief. Aha! Maar kijk anders even op www.hunzeenaars.nl. Daar leest u wat het waterschap allemaal doet met het belastinggeld. Waterschapsbelasting dus. Niet leuk misschien, nee. Maar wel heel belangrijk om hier veilig en gezond te kunnen leven. Ja! Wat is hier gebeurd?